Goed, Bram, onze sterke judoman. Bram, je zit in 5 gymnasium en je bedrijft sport op topniveau. Hoe doe je dat allemaal? Ik train een paar keer per week en school werkt heel goed mee. En daardoor kan ik heel veel trainen en door het trainen word ik sterker en ik heb er talent voor. En ja, zo gaat het goed. Je zegt ik train een paar keer per week. Wat is een paar keer? 4 of 5 dagen per week en dan judoën en hardlopen en krachttrainen. En dat is allemaal dan voor het judo, zeg maar. Dus bijna elke dag. Je zegt school werkt goed mee. Waar blijkt dat uit? Ik ben pas nog naar het buitenland geweest voor een toernooi. En dan ben ik ook dagen afwezig van school. En dat mag gewoon allemaal van school. En dan doet school daar helemaal niet moeilijk over. En dan kan ik gewoon afwezig zijn en judoën. Ja, want ik heb begrepen, je studieresultaten zijn ook perfect in orde. Dus ondanks dat wij geen sportschool zijn, krijg je wel alle faciliteiten die daarbij horen. Nou, ik neem aan dat je judo hartstikke leuk vindt. Maar er moet een moment zijn geweest dat je daar kennis mee gemaakt hebt. Waarom ben je gaan judoën? Ongeveer 10 jaar geleden kreeg ik een sportlijstfoldertje. En toen ging ik kijken, welke sport zal ik gaan doen? En toen waren er 3 sporten, judo, atletiek en nog een andere sport. En daar moest ik dus gaan kiezen van welke ik zou doen. Heb ik Inemine Mutten gedaan en uiteindelijk is dat judo geworden. Dus eigenlijk is het gewoon toeval dat ik op judo ben gekomen. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Was al snel duidelijk dat je een groot talent bent? Nee, eigenlijk pas heel kort is dat bekend, zeg maar. Sinds vorig jaar in januari, toen begon ik pas met het winnen van grote toernooien. En Nederlands kampioen te worden. En ja, toen kwam ik pas bij de echte top. En ja, dus pas heel kort eigenlijk. Moet je dan ook het leven leiden van een topsporter, met alles wat daarbij hoort? Ja, buiten dat ik veel train, moet ik ook nog opletten met wat ik eet. Niet altijd, maar af en toe wel. Als ik veel weeg, want met judo heb je gewichtsklasses. Mm-hmm. En ook met bijvoorbeeld uitgaan, dat kan niet voor toernooien. En ja, ook andere dingen, zoals ik geef ook training nog. Hardlooptraining help ik ook nog bij mijn eigen club. Dat zijn ook allemaal dingen die nog wel erbij horen, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk wordt je leven eigenlijk voor een groot gedeelte beïnvloed door je topsportactiviteiten. Judo is een bekende sport in Nederland. We hebben veel grote judoka's gehad. Gouden medaillewinnaars. Wie van de beroemde judoka's is nou een groot voorbeeld voor je? Ik vond Mark Huizinga, vind ik echt een hele goede judoka. Ook Olympisch goud heeft hij gewonnen. Maar ik vind het heel knap van hem dat hij heel veel respect heeft voor de tegenstander. En dat is ook heel belangrijk bij judo, want judo betekent ook de zachte weg. En daarmee bedoelen ze ook dat je gewoon echt respect moet hebben voor je tegenstander. En dat deed Mark Huizinga ook echt veel. Heb je ook wel eens gevochten met zo'n grote judoster uit Nederland? Ik heb wel getraind met grote judoka's, bijvoorbeeld Jeroen Moren, die gaat ook naar de Olympische Spelen. En ook met wel verschillende vrouwen heb ik ook wel gejudo'd, die ook allemaal naar de Olympische Spelen gaan. Bijvoorbeeld Edith Bos, daar heb ik ook wel eens tegen gejudo'd. En die heeft al wat medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Oké. Je zit nu in de voorexamenklas. Denk je als je van school af bent, het gaat goed met school, je gaat studeren, dat judo daarna nog steeds een grote rol in je leven blijft spelen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik altijd wel blijf judoën en ook altijd gewoon bij mijn club blijf helpen. En ja, ik ben wel van plan om nog veel met judo te blijven doen. Maar het is niet zo dat ik nu al helemaal mijn focus heb gezet op Olympische Spelen of op bij senioren. Het is niet dat ik later profjudoka wil worden op dit moment. Het kan altijd veranderen, maar nu nog niet. Ja. Dus het is niet, zal ik zeggen, een blinde ambitie dat je per se naar de Olympische Spelen wil. En zoals het nu gaat, is het goed. Je bent een groot sporter. En goed, bedankt. En heel hartelijk gefeliciteerd met de prijs. En veel succes verder.